Yo guys, let's hier. We hebben vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Minecraft UHC Season 3 Lost Kingdom. Oeh yeah. Vorige aflevering is er redelijk wat gebeurd. We hebben een spawner gevonden, een mineshaft. Heel jaren in gaming SB zijn gesweept door Suira. Dus één team is al dood. Dat is echt kut voor hun. Maar ja, c'est la vie. Anders mind je in een tunnel naast mij. Ah ja. Dan coveren we meer gebied. Ja, oh, dus ja, als we een stommerik achter mij te... nee. Als we nu nog wat diamonds vinden en we kunnen u ook een chestplate geven. Of mij bedoel ik. Ja, ik heb wel. En we enchanten. Twee chestplates. Dan kunnen we naar boven gaan en dan kunnen we misschien zelfs in 0-0 wat traps opzetten. Oeh. En ik heb gravel misschien. Ah, ik heb een idee. Of wat als we een portaal, een netherportaal bouwen in de fucking spawn? En we gaan. Die cam, die cam. Ah wel ja, maar dan is er ook geen risico dat als we terug uit het netherportal komen, dat we in de border zitten, snotten. Mm-hmm. Maar wel risico dat zij aan de andere kant zijn. Ja, dat is wel waar. Tenzij dat ze niet weten dat we... Ja, er komt een achievement van, dus... Ah. Stel je voor, we kunnen flexen met netherite. Okay, ja, nee, dat is... ik kom naar buiten met netherite. Waar zit je? Oh, je zit nog bijna ver achter. Ik ben echt al... Ah, lapis is wel goed. Ik ben al gravel aan het pakken. Ah, ja, dat is daar een heel mobfestijn. Precies. Ja? Waar? Ik zie daar wel nog gold hier. Dus ik ga die proberen te pakken. Oh, 3 skeletons, holy fuck. Daar gaan we niet naartoe. No fucking way. Dat gaan we echt niet doen. Dat is echt gewoon... Hallo, ik wil dood. Ik ga wel voortkijken voor diamanten, want ik heb hier nog een stukje niet gemined. Laat ik dat even gewoon minen. Terugzetten. Oh, ik kan een boog maken. Dat is juist, ik heb er veel strings. Ah, juist, ja, inderdaad. Je hebt die strings gaan halen. Ja, ik heb er 15, dus ik kan 5 bogen maken. Mijn gsm allemaal... ging trouwens wel even, dus ik ga eens kijken wie of wat piept. Of dat het iets dringend is of niet. Een snapshot van Jared. Waar hebben we die iets? Wacht, ik kan het laten zien. Kut is dat, holy shit. Ja. Oh, ik mag er niet mee. Ik vind het eigenlijk wel erg, maar ja, kijk. Ik zag uit die je snap dat gestuurd en ik wist hoe laat het was. Fuck. Is het eigenlijk aflevering 3? Ja, dat is al aflevering 3. Ja, holy shit. Voilà, ik ga dat hier afbanen achter ons. Dat wij... Okay, we zitten trouwens bijna in safe gebied. Waar stopt de border? 50. Ah, ja, chill. Hij is dan onder de grond blijven, Cam. En dan zit iedereen onder de grond, zeg het net. What a coincidence, I think not. Als je nu kijkt naar de held, het zou wel heel goed kunnen dat wij de finale gaan meemaken. Ja, ja. Maar ik vind en wel ik dat... Ik heb 1 golden apple, dus... Ik vind wel dat we een team moeten killen. Ja, dat is zo wel. Voor wie gaan we? Maar de week is zeker Simon. Nee, wacht. Nee, Gaming Teenager. Ja, Gaming Teenager en Zappels, denk ik, had de makkelijkste zin. Ja, dat is waar. Alleen weet ik wel niet hoe goed dat hun PvP skills zijn, maar... Okay, ik heb wel een idee. Misschien moet iemand boven de grond gaan voor wat appels te zoeken. En iemand blijft hier voortminen voor wat diamonds te zoeken. En dat we hier in de safe zone... Wacht, hier is de safe zone nog niet. Ik ga nu nog naar links minen. Dan komen we in de safe zone terecht. Ja, ja. Dan kunnen we eventueel mensen gaan hunten ofzo. Oké, hier zit het trouwens safe. Dus ik ga hier een gebiedje uitminen. Eigenlijk is het nog wel nice dat ik een diamond pickaxe heb, want dan moet ik zo'n hele tijd nieuwe iron maken. Dat komt wel goed. Ik gebruik toch wel nog zo'n steen, maar ik kan inderdaad ook wel een keer met mijn diamond pickaxe. Ah ja, dat maakt toch niet zoveel uit nu, dus... Nee. Dat is wel echt stoer inderdaad, eigenlijk. Ja. Voilà, ik ga hier ook een crafting table zetten. Misschien kun je eens proberen. Voilà, ik heb al 2 bedden gemaakt. Voilà. Ik heb 2 bedden. Oh, ons huisje. Okay. Onze crib. Oké, ik ben trouwens naar boven aan het gaan. Ah, Gaming Teenager heeft zijn held terug. Oké. Ah, jammer. Dat is minder. Spijtig. Nu nog maar diamond. Oké. Onze ingang valt niet zo super hard op. Oké, ik zit recht onder de lobby. Oké. Wat moest ik zoeken?
appels. Ik ben nog altijd lava aan het zoeken. Ah ja. Oké, ik ga hier gewoon beginnen hacken dan. Mijn stone axe, nice. Ik ga wat bomen omhakken en ik ga terug naar beneden. En dan, ja. Als ik terugkom, leen er hopelijk wat appels. En dan kan ik ook alles enchanten, want ik heb echt geen zin dat ik nu gereefd word door iemand. Voor hetzelfde geld zit nu gewoon iemand te... Ah! Moet ik eens gaan kijken dat die village is gereed. Oh, ja. Want er is een village in de buurt van de spawn. Ja, wel, opleid, maar ik vind die lava echt niet. Ik hoor hem overal, maar overal waar ik mine ligt hij niet. Ik weet, denk niet dat ik het risico ga nemen om aan te kijken naar die village. Nee, misschien zit er al iemand om te campen. Wel. Ja, we zijn denk ik... Ik en Arno zijn de enige die nog full HP hebben. Dat kan wel goed zijn, ja. Eigenlijk moeten we echt gewoon... Lijkt dat wij en lijkt dat ik in Fortnite doe, wachten tot dat de laatste twee hem uitgevochten en dan er naartoe gaan. Geen Fortnite. Oh mijn god, ik zie dat iemand heeft gebouwd vanaf de Trident. Wat, de Trident? Ja. Dus dat betekent dat hier iemand ook in de buurt is. Oké, ik kom zo snel mogelijk terug naar je, maar ik weet niet waar je bent. Hier. Zie je mijn name tag? Ik ben nu een gisteren aan het crouchen. Ah ja, oké. Ja. Ik zou wel een beetje oppassen. Ja, maar ik ben nu gisteren gecrouched aan het lopen. Als nu iemand mij ziet, ben ik wel echt vrij gefokt eigenlijk. Dat is wel echt tering kut. Ik vind de ingang niet meer. Als je mooi recht omhoog hebt te graven, is het min 4, of rond min 43, min 47. Ik moet snel zijn. Ik moet snel zijn, want volgens mij is er iemand aan het bouwen van die Trident. Min 43, zei je. Ja, min 43, min 47. I hope you're fucking right. Ja, ik heb het gevonden. Merci. Doe toe aan de rook van. Oké, okay, er is iemand wel in het spawn. Ik weet niet wie. Mijn respawn. Respawn point set. I don't think that's voilà. De bedoeling. Welke bed heb jij gekozen? Nee, okay. Goed, laten we misschien hier nog wel zoeken voor diamonds. Ja, en lava zou ook handig zijn. Maar wacht, welke kant is het midden? Dat we weten welke kant we best niet graven. Nou, daar is het midden. In de richting van de bedden. Maar op zich, ja, op zich maakt dat op het moment niet zo super veel uit. Oeh, Zeppels gaat dood. Ja. Het gaat gebeuren. Maar met wie zijn ze aan het vechten? Ja, dat is de vraag. Oh nee, hij overleeft nog. Het gaat elk moment gebeuren, elk moment. Ja, elk moment. Oh, ik ga mij alweer... Die had hij met Simon aan het vechten is. Waar rijdt de crouch anders als in Sarah? Ja, Zeppels. Bij Jarno, godverdomme jongen, die zit naar iedereen te sweepen. Dat is het team van... Jezus Christus. Paddy is wel redelijk low. Paddy is wel redelijk low. Ja, maar ja. Ja, het gaat niet om de kills, het gaat om de win. Oké, ik zit hier wel in een cave. What the fuck? Oh, what? 4, 3 creepers. Holy shit. Ik dacht, er een hekke ontdekking gedaan. Maar... Nee. Ja. Dat is een hekke ontdekking in het negatieve. Ja, inderdaad. Oké, cool. Hier moet toch een diamond achter zitten. Of lava, dat we naar de nether kunnen. Oh, maar gaming teenager leeft wel nog. Ik denk dat hij aan het lopen is. Oh, ripseppels. Fuck, man. Oh, ja. Triestig. Dat verdient wel lava, een... Ja, lava, hoor je dat? Wacht. Rustig. Links. Nee, nu rechts. Ja, links. Nee, daar. Oké, daar. Want met die ondertitel zei je ook een klein pijltje naar waar het wijst. Dus ja. Dat is wat hier moet zien. Ah, ik heb het. Oh, wow, dat is heel groot. Holy shit. Dat die even naar hier komen voor een domme deathmatch. Holy shit, man. Hey, moet ik mijn water doen? Ja, graag. Wacht. Maar ik wil er wel... Oh, terug opstaan. Ja. Doe maar. Dat maakt eigenlijk echt taan te veel lawaai, man. Taan te veel. Oké, hoeveel hebben we er nodig? 8 of 10? 10 zeker? Maak je anders je bucket of water? Voilà. Eigenlijk, we hebben nog niks enchant, hè. Nee, we moeten dat misschien wel eens doen, want... Ja, misschien moeten we dat eerst doen. Ja, misschien wel. Kom, ik ga terugkeren even. End of episode. Ja, doe jij de outro maar. Oh, dat heb ik daar juist gedaan. Ah, nee. Oké, dat is goed. Oké, dus hopelijk vond deze video leuk. Was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer. Kijk ook naar de andere perspectieven. En ik zeg ciao.